In dit filmpje geef ik uitleg over de Vrede van Versailles en de Weimar Republiek. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan het verloop van de Eerste Wereldoorlog beschrijven en specifiek de situatie van Duitsland. Je kan uitleggen wat het Verdrag van Versailles is en waarom Duitsland hiermee akkoord moest gaan. Je kan uitleggen hoe er vanuit extreme linkse groepen op de ontwikkeling in Duitsland werd gereageerd. Je kan het ook doen hoe dat vanuit extreme rechtse groepen werd gedaan. En je kan beschrijven hoe Duitsland een democratie werd en uitleggen waarom deze democratie wankel was, dus niet een sterke democratie. Bij dit filmpje horen twee kenmerkende aspecten, namelijk de rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vorm van massaorganisatie en het voeren van twee wereldoorlogen. Beide kenmerkende aspecten komen uit tijdvak 9 in de moderne tijd, de tijd van wereldoorlogen. En de periodisering van de gebeurtenissen in het filmpje is vanaf ongeveer 1918 tot plusminus 1923. En het is dus het begin van de historische context Duitsland in Europa. De Eerste Wereldoorlog. We beginnen met een klein beetje voorinformatie over de Eerste Wereldoorlog en hoe die precies is ontstaan. Want dit moet je wel weten om te snappen hoe de gebeurtenissen in Duitsland zich vervolgens ontvouwen vanaf 1918, het begin van de historische context. Nou, Duitsland is vanaf het jaar 1871 eigenlijk een eenheid geworden. Daarvoor was Duitsland eigenlijk bestaan uit allemaal verschillende kleine losse staatjes, verschillende kleine Duitslanden. En die zijn vanaf 1871 na een oorlog met Frankrijk zijn ze een eenheid geworden. En Duitsland wordt vanaf het begin af aan bestuurd door een keizer, de Duitse keizer. Nou, en die vereniging van Duitsland die zorgt er eigenlijk voor dat er best wel een probleem ontstaat in Europa. Want Europa was eigenlijk in een soort machtsbalans ontstaan. De verschillende grote staten waren met elkaar in balans en waren ongeveer even sterk als elkaar. Maar door het nieuwe machtige Duitse Rijk was er eigenlijk een soort disbalans ontstaan in die machtsevenwicht in Europa. Nou, en die Duitsers die wilden zichzelf ook natuurlijk wel weer bewijzen. Ze wilden ook laten zien, hé, wij zijn nu één land, we zijn een eenheid en wij horen ook bij de grote jongens. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk best wel veel andere Europese landen best wel een beetje bang worden voor Duitsland. Er komt een bepaalde angst van, hoe gaat dat nieuwe land zich verhouden? Gaat dat nou echt die balans van die macht helemaal door elkaar gaan gooien? Of kom je er toch wel weer doorheen? En tezamen met zaken als nationalisme en militarisme zorgen er eigenlijk voor dat er steeds meer oplopende spanningen ontstaan binnen Europa. En die spanningen die beginnen eigenlijk langzamerhand tot een kookpunt te komen. Nou, dat kookpunt dat wordt eigenlijk bereikt in 1914, als de meeste Europese landen van en dan met elkaar in oorlog zijn. En op het kaartje rechts zie je eigenlijk even heel kort weergegeven hoe de balanssituaties waren in de oorlog. We hadden Duitsland, die samen met Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk vocht tegen Rusland, Engeland en Frankrijk. Ook een aantal andere landen waren wij, maar dat zijn even de belangrijkste. Nou, en het gaat eigenlijk met name om wat er hier in het Westen eigenlijk gebeurt, in dit stukje van de oorlog. Daar gaan we nu voornamelijk even op letten. Want Duitsland was, zoals je kunt zien, gevangen in de Twee Frontenoorlog. Ze moesten in het westen vechten tegen Engeland en Frankrijk en uiteindelijk tegen de Amerikanen. En in het oosten moesten ze ook nog vechten tegen de Russen. Nou, dat was natuurlijk best wel een moeilijk iets voor het Duitse Rijk. Ook al hadden ze al bondgenoten, zij moesten voornamelijk het meerdere van het gevecht doen. En die oorlog in het westen die gaat met name daardoor heel erg moeizaam. En dat heeft te maken met het zogenaamde principe van de loopgravenoorlog. Nou, die loopgravenoorlog dat was eigenlijk een evolutie van oorlogvoering. En die zorgde er eigenlijk voor dat in plaats van dat eigenlijk al die landen dachten, we gaan even snel met elkaar lekker oorlog voeren, heel snel zijn we er vervolgens mee klaar en dan zijn we met kerst iedereen weer thuis, zorgt die loopgravenoorlog er eigenlijk voor dat er een soort uitzichtloze, verschrikkelijke situatie ontstaat met heel veel doden. Nou, de foto rechts zie je eigenlijk korte sfeerimpressie hoe het leven in die loopgraven was. Die mannen moesten dus continu actief zijn, opletten. Maar als ze dan even rust hadden, konden ze niet even in bed kunnen liggen. Nee, ze moesten gewoon dus in de modder slapen op de grond, in de regen en dat soort dingen. Nou, dat is niet een heel prettig leven wat je dan hebt. En je kon ieder moment natuurlijk ook nog sterven. Dus dat was niet echt iets waar je dacht van, nou, daar heb ik echt zin in mijn leven. Die soldaten die hebben dus een aantal jaar helemaal, toch in de... in de problemen gezeten, die hadden echt wel grote problemen met elkaar ook. Heel veel mensen ook gestorven. En die oorlog die gaat voor Duitsers echt steeds moeizamer. Nou, als dan van 1917 de Amerikanen zich ook met de oorlog gaan bemoeien, dan kan het Duitse keizerrijk die overmacht eigenlijk niet meer aan en begint het langzaamaan te bezwijken. En dat is eigenlijk het startpunt van de historische context Duitsland in Europa. En dit is een klein stukje voorgrondinformatie.
Nou, hoe zat het dan uit die bezwijking van Duitsland? Duitsland komt eigenlijk vanaf 1918 in hele grote problemen. Het heeft met name te maken met heel veel hongersnoden. Duitsers werden geblokkeerd aan alle kanten. Ze konden niet meer met hun koloniën handelen, want ze werden de Engels op zee geblokkeerd. Maar ook het verlies van die oorlog en steeds meer het sterven van steeds meer mannen zorgde voor heel veel onvrede onder de bevolking. En het idee van de belofte, hé, we hebben een snelle oorlog, die gaat het machtig snel winnen, die wordt eigenlijk meteen en duigen geslagen, die droom. En daardoor beginnen er eigenlijk steeds meer dus ook mensen onvrede te, of opstandig te worden. Nou, die opstanden beginnen met name als dan de matrozen, de mensen die op de schepen leven en werken, de oorlogsschepen, en de arbeiders in de fabrieken werken, die krijgen steeds meer problemen met het verloop van die oorlog, ook de hongersnoden en de problemen die Duitsland mee geteisterd wordt. En zij beginnen dan vrede te eisen. Nou, en hun eerste opstanden, die zijn eigenlijk het begin van steeds meer grotere opstanden in Duitsland, in het Duitse Keizerrijk. Dat verkrijgt echt een vuurtje over het hele Duitse Keizerrijk. En uiteindelijk gaat de keizer Wilhelm II aftreden onder toenemende druk van de legerleiding. Die legerleiding zei eigenlijk, beste keizer, we gaan de oorlog gaan we niet winnen, zit niet in Amerika, we zitten mee bemoeien, we moeten wel af gaan treden. En het lijkt ons goed als u dan af, moet wel stoppen met de oorlog en het lijkt goed dat u dan aftreedt. Want ja, u bent wel een van de mensen die wordt gezien als zijn de hoofdschuldige van de oorlog. En als u aftreedt, hebben wij een gebaar om te laten zien, kijk, hey, we zijn dus bereid om wel concessies te doen als Duitsland. Nou, na het aftreden van die keizer komen er eigenlijk verschillende groepen die gaan strijden voor de macht in Duitsland. En de eigenlijk degenen die belangrijkste die daar de macht in grijpen, dat zijn eigenlijk sociaaldemocraten. Dat zijn mensen die eigenlijk graag ja, wetgeving willen voor de arbeiders, goede wetgeving. Ook op een democratische manier Duitsland willen besturen. Zij willen van Duitsland echt een democratie gaan maken. En die sociaaldemocraten die gaan ook beginnen met het tekenen van de wapenstilstand. Daar kom ik daar nog heel even op terug. En die willen ook de democratie uitgeroepen, want ze zeggen Duitsland moet een democratie worden. Klein probleempje alleen, zij krijgen die problemen en die opstandelingen in Duitsland echt niet helemaal goed onder controle. Zij hebben zelf maar heel beperkte macht in Duitsland ook. Op een aantal steden hebben ze wat macht, maar op een aantal andere gebieden zijn er ook heel veel opstanden. En heel veel mensen hebben echt niet echt wat sociaaldemocraten willen. Duitsland is echt wel een zooitje wat dat betreft. En dat wordt eigenlijk nog eens een keer versterkt als in begin 1919 ook nog eens een keer de zogenaamde Spartacus-opstand in Berlijn ontstaat. De Spartacus-opstand is een opstand van communisme, van communisten. En wat ze eigenlijk wilden doen op een hardhandige militaire manier het communisme via een revolutie invoeren. Dus ze hebben het idee, we gaan gewapend, gaan wij de macht grijpen en op die manier gaan wij dus het communisme gaan wij invoeren in Duitsland. Nou, die sociaaldemocraten kunnen er eigenlijk niet goed tegen opgaan. En bijvoorbeeld in Berlijn krijgen die Spartakisten, die communisten, krijgen best wel een stukje macht ook en best wel invloed ook wel. Berlijn wordt een soort ja, politiestaat met gewapende mannen en wegverspreidingen op de weg over het openbaar leven. En iedereen is van, ja, hey, wat gebeurt hier nou? Maar uiteindelijk weten de sociaaldemocraten met hulp van het leger om die Spartakusopstand neer te slaan. Dat gebeurt best wel een hardhandige wijze. Er worden heel veel mensen afgevoerd, er worden mensen doodgeschoten. Best wel een ja, extreme ingreep van die sociaaldemocraten. En tijdens die Spartacus-opstand willen de sociaaldemocraten de democratie uitroepen. En dan wijken ze uit naar Weimar, een dorpje onder Berlijn, om daar de republiek uit te roepen. En daar wordt de democratie genaamd de Weimar-republiek. Vandaar dus de naam ook Weimar-republiek, omdat het in het dorpje Weimar is uitgeroepen. Duitsland heeft op dit moment best wel grote problemen en dat gaat niet snel opgelost worden. Want die vrede van Versailles, de tekenen van de wapenstilstand was niet voldoende, dus ook een vredesdag natuurlijk komen. En die vrede van Versailles was best wel een groot ding natuurlijk, want Duitsland ja, had toch wel wat gedaan in de Eerste Wereldoorlog. En die sociaaldemocraten beginnen die vredesonderhandeling in Versailles dan in 1919, maar zij worden eigenlijk ja, niet echt serieus genomen door die overwinnaars. Dat komt eens door die Spartacus-opstand van, die in Berlijn plaatsvindt. Maar ook gewoon het punt dat niet iedereen in Duitsland akkoord is met de sociaaldemocraten. Hebben ze iets van, ja, hey, wacht even, we zijn met iemand aan het onderhandelen. Die zegt te spreken namens het Duitse volk, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus waar moeten we met jullie helemaal ook akkoord nemen of serieus nemen? En Duitsland wordt bovendien ook echt wel heel erg hard gestraft. Er zijn een aantal zaken die in de vrede van Versailles worden afgesproken. Namelijk het eerste is dat het leger verkleind wordt. Dat de Duitsers heel veel gebieden gaan verliezen. Een stuk gaat naar Polen toe, een stuk gaat naar Frankrijk toe. Maar ook dat er hele, hele, hele hoge herstelbetalingen aan Frankrijk en België moeten worden betaald. Nou, en daarbij wordt Duitsland ook aangewezen als enige schuldige van de oorlog, van de Eerste Wereldoorlog. Terwijl daar in de realiteit eigenlijk al die landen zoiets hadden van, hey, wij willen samen even snel een korte oorlog voeren. Dan zijn we al met kerst weer thuis. Iedereen had wel eigenlijk te maken met die oplopende spanning. Maar Duitsland is enige dus de schuld.
Ja, de Sociaaldemocraten die moeten wel ondertekenen, want ze weten wel als wij niet hiermee akkoord gaan, dan komen er nog veel grotere problemen voor de Duitsers. En die afbeelding die je daar rechts ziet, die laat eigenlijk een beetje zien hoe dat vorm krijgt. We zien hier een aantal van de regeringsleiders van de geallieerden. En Duits die als geketende man eigenlijk na de guillotine wordt verplaatst om daar zijn hoofd afgehakt te worden. Waarmee je eigenlijk met de tekenen laat zien van kijk even, Duitsland kan zonder dat ze iets te doen hebben, worden naar het blok geleid waar ze vervolgens zullen gaan sterven. Want dit waren echt gigantisch harde straffen. Ja, en de meeste Duitsers waren dus echt ook helemaal niet blij mee. En een van de grote groepen die zich echt wel verraden voelt door de nieuwe regering van de Weimar Republiek, dat zijn de soldaten. Die hebben jarenlang gevochten tegen de vijanden van Duitsers, de Engelsen en de Fransen met name. En die worden nu eigenlijk volledig gestraft. Hun leger moet kleiner worden, heel veel mensen verliezen ook hun baan. En daardoor komen steeds verder problemen. En bovendien was er niet echt veel zorg voor die soldaten. Dat was een beetje, weet je, mensen hadden zoiets van, ja, Duitse soldaat, fijn dat je gevochten hebt. Maar nu gaan we gewoon verder met ons leven en wat jij doet moet je maar lekker zelf weten. Terwijl ze dat wel echt zwaar psychologisch getraumatiseerd waren en vaak ook lichamelijk verminkt waren. Die gewoon niet verder konden met hun leven. Nou, die verraden soldaten die zoeken dan steun bij de extreemrechtse groepen in Duitsland. Dat zijn, moet je een beetje denken aan een soort voorlooggroepen van de nazi's eigenlijk, wel die toen ook wel actief waren. Maar daar moet je eigenlijk dus een beetje aan denken. En die extreemrechtse groepen, die ook wel fascisten worden genoemd. Die verspreidde eigenlijk het idee van de zogenaamde dolkstootlegende. Eigenlijk het idee dat de Duitsers het leger verraden is door de regering, dat hij nog jaren door had kunnen vechten, maar dat ze dus verraden zijn door de regering van de Weimar Republiek. En dit soort prenten die je dan rechts hier ook ziet, die zeker in extreemrechtse groepen heel veel getoond worden, laat het ook heel erg zien. De leider van de Sociaaldemocraten die met een mes in de rug van de hardstrijdende soldaat steekt. Nou, dat was een legende natuurlijk. Het Duitse leger was echt wel heel erg verzwakt en kon niet veel verder meer vechten. Dus echt op de rand van de afgrond. Maar deze legende werd natuurlijk heel erg hard omarmde al die soldaten. Het is een soort ouderwetse complottheorie, zo kun je dat een beetje zien. En ook een andere groep in Duitsland is eigenlijk helemaal niet zo blij met die vrede van Versailles. Namelijk dus de legerleiding en de conservatieven die daarbij horen. Dat waren de mensen eigenlijk die ze vooral niet wilden veranderen. Die wilden vooral terug naar de tijd van de Duitse keizerheid. Die wilden de keizer het liefst ook weer terug hebben. En die waren helemaal niet zo blij met de sociaaldemocraten. Dus eigenlijk zijn er in Duitsland eigenlijk nu vier groepen die eigenlijk aan het strijden zijn een beetje om de macht. Je hebt de sociaaldemocraten, democratische partijen. Die zijn de vrede van Versailles getekend en willen Duitse democratie maken. Je hebt de linksextremistische groepen, de communisten, die zeggen eigenlijk van we moeten juist de communistische staat maken. We hebben de rechtsextreme groepen die zeggen we moeten het fascistisch maken, we moeten juist een hele sterke staat weer krijgen. En we hebben de legerleiding en de conservatieven die eigenlijk zeggen we moeten terug naar de tijd van de Duitse keizer. Nou, dat is natuurlijk een cocktail voor grote problemen in Duitsland die ook tot een groot kookpunt gaan leiden. Nou, die onrust in Weimar die is dus niet opgelost en die blijft alleen maar voortduren. Zoals net al zei, de regering van die Weimar Republiek bestond uit de democratische partijen. Maar telkens als er verkiezingen zijn, verliezen zij steeds meer de macht. En zij kunnen de problemen van Duitsland, de armoede, de honger en de onvrede ook steeds minder goed oplossen. En die Duitse bevolking is ook heel erg diep verdeeld tussen die verschillende groepen die ik net benoemd heb. De sociaaldemocraten, of de democratische partijen, de conservatieven en de legerleiding en de extremistische groepen, zowel links als rechts van het spectrum. En allemaal die groepen, die hebben vooral, die laatste groepen, hebben heel weinig vertrouwen in die Weimar Republiek. Want de mensen weten van, ja, weet je, er zijn zoveel ideeën die aan de gang zijn. Iedereen is ook wel een beetje tegen elkaar, ook wat dat betreft. En je ziet dus bij de verkiezingsuitslagen ook dat die links, die partijen steeds meer in het minder winst hebben. Voor de Sociaal-Democratische Partij, de SPD, die gaat van 1963 van 163 zetels, 9% van de stemmen, gaat naar 20% en naar 26% toe. En hier zien we een aantal extremere partijen die steeds meer opkomen. Nou, dit zijn eigenlijk voorbeelden dat de Weimar Republiek eigenlijk niet heel goed functioneerde. En die andere democratische partijen, die communisten, maar ook de fascisten en conservatieven, die voeren dan ook heel erg sterke oppositie tegen de democratische partijen. En die beginnen de bevolking ook steeds meer op te stoken. Er is dus sprake van steeds meer spanning tussen eigenlijk verschillende groepen in de samenleving. En dat komt steeds verder tot een hoog kookpunt wat dat betreft. En daarbij komt ook nog eens een keer dat heel veel communisten nog steeds woedend zijn vanwege dat hardhandig neerslaan van die Spartacus-opstand in 1919. En er is eigenlijk dus, wat ik zei, al sprake van steeds grotere problemen voor die dingen waar die democraten dus geen grip op krijgen. Nou, dat leidt er eigenlijk toe dat er verschillende opstanden ook komen. Bijvoorbeeld in 1920 gaan de conservatieven samen met het leger, die gaan de zogenaamde kapperputsch
gaan ze plegen. Dan gaan ze proberen met hardhandig geweld gaan ze proberen dus de macht te grijpen. En in 1923 hebben we ook de fascisten van Hitler die de bierkellerputsch plegen. Waarna Hitler vervolgens ook in de gevangenis komt een tijdje. En die foto's die je rechts ziet, dit is van de kapputsch. Dus als je hier wordt gezegd bij het bord, als je verder gaat, word je neergeschoten. Nou, dat is bij de Duitse, dit is in de Berlijn, bij de Duitse regeringsstraat. Dus daar staan soldaten gewoon zeggen van, hé, je mag hier niet heen, anders word je dus neergeschoten. Dus niet echt een prettigheid om te leven. En op de onderste zien we in Muntje zien we dus zeg maar daar dus een aantal Nazi soldaten die dus aan het proberen zijn om daar dus ja, de macht over te nemen. Nou, allebei die machtsovernames die mislukken wel, maar laten wel zien dat de Weimar Republiek eigenlijk nog lang niet uit de problemen is.